Welkom bij CIO TV. We zijn hier bij de CIO Dag 2014 in de beurs van Bijlagen. En ja, CIO Dag zou niet compleet zijn als we ook niet een virtuele bril hebben. De Oculus Rift, voor 2 miljard verkocht aan Facebook. En waarom afvragen, wat kun je daar nou in godsnaam mee doen? En ik zit hier met... Sander Schouten van Beyond Sports. Je moet even goed in de microfoon praten, want het is hier lekker. Sander Schouten van Beyond Sports. Beyond Sport, maar je werkt voor... Triple IT. Triple IT. En Beyond Sport is van Triple IT? Ja, een spin-off. Binnen nog... We hebben de kans gekregen binnen Triple IT om dat wat wij denken dat de toekomst is waar te proberen te maken. Oké. Okay. Nou, wat zou je nou met die bril kunnen doen op een nuttige manier? Ik zal hem eens even opzetten. Ja, dat is een goed begin. Wat wij doen is, we hebben hier een demo voor je neergezet. En dit is een demo van de wedstrijd Nederland-Mexico. Ja, jullie kunnen allemaal meekijken. Ik zie hier gewoon een mooie 3D-omgeving. Deze kwaliteit van de... Voel je de diepte? Dat is wel belangrijk namelijk. Voel je dat je er bent, laat ik het zo zeggen. Ja, nee, dit gaat prima. En eigenlijk, deze resolutie, ik ken de oude versie en deze is met HD, is wat weer beter. De volgende is full HD en dit gaat nog beter. Ja, en dan moet ik een beetje de user interface hebben. Ik geloof als ik naar boven kijk, dan krijg ik een bak met user interface. Kan ik de camera wisselen. Ja, je kan nu mee in de duck-out in wezen. Oh, ja, maar doe maar de tweede, dat zou mooier zijn nog. Zo, kijk, dan kan ik in de duck-out kijken. Nog een keer omhoog. De tweede is top view bijvoorbeeld. Dat zou mooi zijn. Dat kan ook. En dan moet je, maar dan moet je even draaien. Ja, dan zou je achter moeten kijken. Ja. Dat is niet zo geweldig. Hè? De top view, ja. Oké, top view. Als je nu naar beneden kijkt. Dan... Wow! Ja, en dit doen we niet alleen om jou bang te maken, maar dit geeft natuurlijk een extra perspectief van uit de speler. Wauw, jongens, dit is echt heel mooi. Ja, je kunt dat niet zien, maar ik kijk echt helemaal naar beneden. Hij is nu gepasseerd, hoor. Dus als mensen denken van waarom staat het beeld stil, dat... misschien moeten we maar eens even gaan starten. Dat is, ik wil weer gewoon... Ja. Waar is mijn menu? Ik zou het even voor je. Als je nu kijkt, de camera field, de bovenste. Camera field. Ja, okay, en dan kan ik even iemand kiezen wie ik wil zijn. Ik zou even keeper kijken, ja. En dan die weg, inderdaad. Oeh, je had hem weg al. Gewoon rustig omhoog kijken, ja. Oké, okay, nu zit ik in de wedstrijd, Nu play ik hem. Nou, in Nederland zelf kreeg een goal tegen, eigenlijk door een dekkingsfout. Hier zie je het al gebeuren. En zijn dit echt gewoon Ja, daar was hij al. Shoot. Nou, en waarom doen we dit nou? We gebruiken dit voor analyse. We kunnen dus uit elk perspectief, want in WC heb je nu, zit je op het hoofd van Tim Krul of in het hoofd van Tim Krul. Ja. Maar dat kunnen we ook doen vanuit Joe Veldman of van wie dan ook. Ja, en, want ik kan gewoon kiezen. Ja, je kan kiezen en dan iedereen die je aankijkt. Kan ik nu even kijken de andere kant uit. Dan ben je die andere keeper. Alleen dan zit je waarschijnlijk nu naar het publiek te kijken, want je moet omdraaien. Want, hoe het spel. Nou? Nou, gewoon achter je, want hij weet hoe je kijkt. Normaal gesproken sta je ook. Hè. We zitten nu achter een desk vast, dus dat is een beetje wat vervelend. Je kan beter een van de blauwe spelers zijn, ja. Ja, oké, dat is mooi. En dan weer even omhoog kijken. Nou, die user interface, afgezien van het menu weghalen, is wel echt hartstikke lekker. Ja. Nou, oké, dus dit is inderdaad echt, ik kan me voorstellen dat het leuk is om naar deze wedstrijd te kijken. En ik kijk nu echt ook naar de data. Ja, wij capturen de data. Je zit in beeld. Kun je iets naar buiten staan? Ja, allemaal camera's staan boven en zo. Hartstikke leuk. In ieder geval, genoeg mensen die het willen zien, dus hartstikke leuk. Nee, wat je doet, wij capturen met camera's de coördinaten van de spelers. En die zetten wij om in een virtual, eigenlijk een poppetje. Ja. Die poppetjes die lijken, probeer zoveel mogelijk lijken te laten zijn, net als bij FIFA, de game op de spelers. Zodat er herkenning is voor spelers die dat opzetten. En we hebben van professionele spelers gezien dat op het moment dat ze die opzetten, dat ze het ook echt herkennen. Dat ze gewoon weten wie waar staat, in welk moment en wat er aan de hand is. Ja. Daar is denk ik een blessure. Daar gaat hij alweer. Zo kunnen we eigenlijk hele wedstrijden naleven. En je hebt net gevoeld hoe en echt dat het kost dat helemaal niet veel tijd om deze wedstrijd na te synchroniseren. Dat al die poppetjes, doen ze dat automatisch? We hebben zeg maar rough data direct. Ja. En dat is echt 90%, 95% nauwkeurig. En wat we dan doen is nog een nabewerking op momenten. Stel dat wij te dicht bij elkaar zijn gekomen, dan kan soms een camera ons niet meer uit elkaar. Nou, vandaag wel. Je hebt een heel erg rood jasje en ik een heel erg blauw jasje. Ja, dan moet dat kunnen. Ja. Okay. Maar het kan gebeuren dat wij te dicht bij elkaar komen, dat het dan niet meer goed onderscheidt. Okay, dus dit is inderdaad een soort leren van de ervaringen, het naspelen en het eerder maken. Dus ze doen dat ook met de military heel veel. Hè? Naspelen van allemaal dramatische situatie, post-traumatic stress en dat soort zaken. Ja. Wat zie jij voor mogelijkheden in de business met deze bril? Nou, hier hebben we eigenlijk voor het voetbal hebben gekozen eigenlijk voor een soort Formule 1 aanpak. Omdat het in de Formule 1 ooit gebouwd is, in een veiligheidskooi, zit het over een paar jaar in een consumentenauto. Dat geloven we ook zo erg hiermee met sport. We hebben drie takken. We hebben de tak die analyseert, dat is eigenlijk wat je net gezien hebt. We hebben de didactische tak. Dus waarom draait de speler altijd over zijn linkerbeen weg of niet over zijn rechterbeen? Daar kunnen we allemaal dingen voor doen. Training. Ja. En uiteindelijk denken we dat er ook een soort consumententak is. Want waarom zou ik niet vanuit Messi's oogpunt een goal van Messi willen zien? Ja. Is dit, deze bril kost €350 of zo. Ja, dus dus hartstikke niet helemaal niet duur. Ja. En om dit nou gewoon in een zakelijke applicatie te gieten, begint dat ook met
tienduizenden euro's? Of, het begint wel met tienduizenden euro's voor een zakelijke applicatie, maar ja, dat gaat er ook nu steeds. Net als een app zal dat ook zijn weg maar gaan vinden. Maar is het makkelijk ontwikkelen hiermee? Is het echt gewoon, zijn het goede tools? Het zijn goede developers. Ja? En daar begint het mee. En hoe beter je developer is, hoe makkelijker je developt. En zo simpel is het eigenlijk. En hoe beter de data, hoe mooier wij wedstrijden hiervoor kunnen werken. En je ziet die versie 1, versie 2 en versie 3. En met alle nieuwe sensoren die erbij komen. Gaat het dramatisch? Gaat het snel? Het gaat heel snel. Want wat we natuurlijk zien is dat de Gear komt volgende maand uit. Hè? En de Gear is eigenlijk ook een product van Oculus. Althans een samenwerking daarmee. En daarin kan je gewoon je node in een soort mounting kit schuiven, zeg maar. En daar heb je eigenlijk dezelfde ervaring al. Je ziet nu al mensen met kartonnetjes, de kartonnen boxen. Ja, en wat kost dat ding? De Gear kost voor de mounting set van mij 200, maar je node kost natuurlijk iets geld. Alleen die node gebruik je sowieso, want de telefoon... Maar je hebt dus gewoon je traditionele iPhone of je node en die schuif je gewoon in een dingetje. Ja. En dan heb je ook een prima bril, die doet het ook goed. Die doet het in wezen eigenlijk al goed, maar waarom wij nog vastzitten aan dingen is omdat wij natuurlijk heel veel data verpompen. Maar dat zal natuurlijk ook steeds minder worden, steeds slimmer. Maar het programma, draait dat ook op die Gear? Deze is nog niet klaar voor de Gear, maar dat kunnen we wel doen. Dat willen we natuurlijk ook. Want... Nee, maar de software tools, zijn die ook geschikt? Dus je kunt gewoon in principe een applicatie daarop ook doen. En met je eigen smartphone kun je gewoon lekker in 3D gaan klooien. Noem nog eens even 3 applicaties van bedrijven die dit zouden kunnen gaan gebruiken. Ik wil een andere gebruiken die al gebruikt wordt, waar ik een hele mooie vind. Dat is ook een ethisch verhaal aan dit hele ding. Het is niet alleen maar high-tech. Wat ik heel mooi vind, is dat er is een tool met sneeuwpoppen die eigenlijk sneeuwballen naar je gooien. Ja. Dan denk je, wat heb je daarna? Nou, je hebt er wel wat aan als je dat plaatst in een kinderziekenhuis met brandwonden. Oh. Die kinderen zetten die bril op. En omdat ze zo bezig zijn met kou en met occupation van de brain, zeg maar, hebben ze geen tijd meer om te voelen dat hun bandage wordt verwisseld. Okay. En dat is toch wel heel uniek. En dan denk ik van, dan is dat toch iets waar je aan bijdraagt, zeg maar, dat is de ethische kant van het verhaal. Okay. Natuurlijk zijn we daar ook mee bezig, om te kijken, de learnings hiervan, hoe kunnen we dat vertalen naar andere... Normaal werk je voor Vodafone, zeg maar, dus gewoon traditionele ICT, neem ik aan, of niet? Applicaties bouwen we daarvoor, dus de My Vodafone app bouwden wij. Hebben ze al een leuke toepassing voor de VR-bril gevonden? We zijn aan het kijken, aan het praten. Okay, dankjewel. Leuke applicatie. Dit was weer even een inkijkje van CIO TV. We hebben even gezien de virtual reality. Het is leuk om gewoon een wedstrijd te bekijken. Dus voor sportliefhebbers hartstikke mooi. De business applicatie hopen we volgend jaar te kunnen zien. Dankjewel. We gaan zo meteen weer praten. Gaan we met René Freitas praten van KNAP. Hoe hij zeg maar zijn ICT organiseert. Dit was CIO Dag 2014. Mogelijk gemaakt door Verizon. Tot zo.